Voor de veiligheid van het transport over de waterwegen is correcte informatie en kennis over de procedures nodig. Met deze achterliggende gedachte is de 24e vergadering van de MASO, American and Caribbean Sea Hydrographic Commission, MACHC 24, dinsdag geopend op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. Tijdens de bijeenkomst van MACHC komen vertegenwoordigers van alle nationale hydrografische bureaus in de MACHC-regio samen om beslissingen te nemen. MACHC fungeert als een operationeel tak van de internationale hydrografische organisatie IHO. De directeur van de MAS, Michel Amavo, zei dat tijdens deze vergadering cruciale onderwerpen in de hydrografische wereld besproken zullen worden. Hij ging verder in op de vooruitgang die gepaard gaat met een goed uitgezet hydrografisch plan. Wat we ook nu zien gebeuren, er is heel veel exporten van steenslag van grind nu naar Guyana. Omdat we de rivier hebben gebaggerd. Er was in het begin wat kleine issues die we nog moesten regelen, maar we hebben een faciliteit gecreëerd voor bedrijven zodat men kan exporteren. En daarom, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken van hydrografie, is eigenlijk het faciliteren van die economische ontwikkeling, die economische bedrijvigheid. Ik heb genoemd cruiseschepen die komen. Ik heb genoemd steenslag welke wordt geëxporteerd. Alles wat we doen gaat via het water. En daarom hebben we gezegd, een aantal jaren terug, toen had ik nog niet zoveel grijze draden, van de toekomst van Suriname ligt op het water. En u heeft gezien ook alles wat er gebeurt. We hebben nu olie gevonden op zee. Om die olie te vervoeren, die productie ervan, heb je hydrografie nodig. Want je moet weten hoe vaar ik naar die boortorens, hoe vaar ik in dat gebied. Dus dat is een van de belangrijke werkzaamheden van de MAS. Luigi Sinippi, director van de International Hydrographic Organization, MONOCO, benadrukte het belang van de organisatie voor de maritieme wereld. Het is voor Sinippi belangrijk dat Suriname put uit de bronnen van de maritieme sector. Suriname is a prominent nation in this beautiful region of Mesoamerica and Caribbean. And this is a meeting of the Regional Hydrographic Commission of this specific area of the world. In our organization, we have 15 plus 1 regional hydrographic commission. The plus 1 is the one related to the Antarctica, because the Antarctica is territory of everybody and not of any particular state having rights on the continent. And the other 15 are linking together, are connecting together all those coastal states, member of the IHO and non-member of the IHO yet, to having the same interest in hydrography, in cartography, in mapping the ocean, and in all other challenges, which are the challenges of our organization. De organisatie streeft ernaar om meer informatie aan de samenleving over te brengen, evenals het verduurzamen van maritieme processen.